Hoi mensen, welkom bij een nieuwe video, een wedstrijdanalyse deze keer weer. De vorige analyse was op hetzelfde parcours, op het parcours van WV Eemland, op Sportpark Zielhorst in Amersfoort. Maar dat waren wel totaal andere omstandigheden. Het was toen regenachtig en vandaag, dit is eigenlijk een halve maand eerder, op 15 augustus. Het was echt enorm warm. En normaal gesproken kan ik daar niet zo heel goed tegen. Maar in dit geval was het al een paar dagen zo warm. Dus kon ik er een beetje aan acclimatiseren, waardoor het eigenlijk nog best mee viel. En daarom kon ik ook wel een aantal keren aanvallen. Ik heb denk ik elke 10 minuten wel één keer aangevallen. Wat eigenlijk sowieso wel erg veel is. Dus niet echt heel slim. Maar dit is weer echt zo'n moment, het valt stil. Het tempo gaat er eigenlijk helemaal uit. Een echt perfecte moment om aan te vallen. En de vraag is natuurlijk, hoe lang is het nu nog tot aan de finish? Kan ik deze aanval in mijn eentje volhouden? Nou, het laatste antwoord daarop is nee. Dat is eigenlijk heel vaak nee bij mij. Maar hoe lang het nog is tot de finish? De finish is op 23,6 kilometer, als dat rechtsonder in beeld staat. Dus dat is nog een kleine 9 kilometer. En ik heb wel gezelschap gekregen, zoals je ziet, van twee renners van de B-categorie. Die rijden met het rode rugnummer. Dat betekent dat ze in de sportklasse rijden, een basislicentie hebben. Ook dames rijden daar, nieuwelingen, soms ook nog wat junioren. We zijn er dus vandoor. En een van die mensen die mee is, die gaat nu net van kop af, dat is Tim. En Tim die reed echt verschrikkelijk hard. En ik vraag hier ook aan Tim of hij eventjes wil invoegen, want hij heeft me echt compleet kapot gereden net op het viaduct. Tim is een goede fietsmaat van mij. En die was deze wedstrijd enorm sterk. Die jongen die is 17 jaar op het moment van filmen. En die rijdt gewoon het hele B-veld eigenlijk aan gort vandaag. Hij is echt heel sterk. En hij vraagt nu wel of ik over wil nemen. Ik wacht daar toch liever wat mee. Ik spaar wat meer met mijn krachten. Had eigenlijk niet gehoeven, want Tim had echt al heel veel op kop gereden hier. Voor deze aanval dan, in verhouding. En hier pas neem ik over. Er is sprake van een hele zachte noordenwind. Zeg maar windkracht 2. En die komt hier vanaf rechts. Vanaf schuin rechts voor, bedoel ik. Dus hier, daardoor ga ik ook niet zo vreselijk hard. Maar toch al best hard, vind ik zelf. Zeker als je het vergelijkt met wat je zo meteen nog gaat zien. Maar hoe dan ook, ik kan zelfs met deze snelheid niet verhinderen dat er toch mensen aansluiten. Niet alleen van de B-categorie, maar ook van de A. Bijvoorbeeld deze nummer 4 van een team dat ik niet ken. Volgens mij is het... Ik dacht dat het een volharding was, maar ik denk dat dat fout is. Uit Utrecht. Laat even weten als je weet van welk team deze gast is. Maar hij is hier altijd met 1 of 2 teamgenoten. Volgens mij 1. Die rijden echt verschrikkelijk hard. Hier laat ik trouwens wat andere mensen. Kijk, hier is er nog zo'n teamgenoot. Die laat ik eventjes ertussen komen. Want er waren veel meer mensen aangesloten en ze wilden niet meedraaien. Dus eigenlijk is deze aanval al gedoemd om te mislukken. En dat zie ik als het goed is hier ook al. Het blijkt dat de rest van het peloton eigenlijk aansluit. Dus ik laat mezelf hier een beetje terugzakken. Ik denk van ja, het peloton is erbij. Mij gaat het toch niet meer lukken. Er wordt nog wel wat gereageerd, wat dichtgereden. En het vreemde is dat hoewel het hier lijkt alsof alles samenkomt, er toch twee mensen wegrijden. Omdat die gewoon door blijven rijden. Ondanks dat er zo van achteren naartoe gespeurd wordt, zeg maar.
En de twee mensen die van deze situatie profiteren, dat zijn Tim en een van die gasten van met die rood-blauwe shirtjes, waarvan ik dus het team niet weet. En die gaan hier wegrijden. Dus dan gaan we nu eventjes doorspoelen, want vanaf hier blijf ik eventjes een tijdje in het peloton hangen. En hou vooral die man met 41 in de gaten, die Heijmans, want die komt zo meteen weer terug. Ze spoelen eventjes een stukje door. Oké, hier zijn we eigenlijk allemaal samen met peloton, alleen die twee man zijn vooruit. En ik snap achteraf gezien helemaal niet waarom ik hier op kop rijd. Er rijden twee mannen voor die ik niet hoef terug te halen. De ene is een A-renner, dus die rijdt niet in mijn categorie. Die finish pas een kwartier later af. Ik heb helemaal geen reden om die terug te brengen. En de ander, dat is eigenlijk de enige persoon die ik nog een beetje als een teamgenoot kan zien in deze wedstrijd, namelijk Tim. Dus ik ga hier weer van kop af en eigenlijk meteen daarna valt het stil. Waarna dus twee personen denken van wij gaan in de aanval. De andere, die gele renner van, ik denk dat het de domrenner is. En eentje van WV Eemland. En ik heb net al op kop gereden, wat dus eigenlijk al wat krachtenverspilling is. Dat is best wel zonde, want hier vindt eigenlijk net de perfecte aanval plaats. Ik zit eigenlijk veel te ver van voren, dus zelf aanvallen zou ik eigenlijk niet doen. Maar het valt hiervoor, die twee gaan niks doen. Dus dit is eigenlijk een hele slimme aanval van deze gast van Heijmans. Die valt redelijk hard aan. Ik kan deze keer wel bij het viaduct bijbenen. Dat scheelt wel vergeleken met Tim. Die kon ik echt niet bijhouden daar. En hij wil nu al dat ik overneem. Maar ik ben eigenlijk al blij dat ik zijn wiel kon volgen tot daar. En ik wil echt wel overnemen. Want dus, op dit moment is het nog 2 rondes te gaan. Daar zijn we net doorheen gegaan. Dus ik moet eigenlijk alles hierin leggen. Ik heb geen sprint. Dus ik moet alles in deze aanval leggen. Hier halen we de twee mensen die we eerder zijn tegengekomen, halen we in. En dan doe ik een kopbeurt voor de gast die net aanviel. En we zijn met z'n tweeën weg. Dus dit gat wordt steeds groter. Wat de situatie is eigenlijk bij zo'n wedstrijd, is dat de laatste 3 rondes, daar worden eigenlijk de B's die mogen dan gaan rijden. Dus de A-renners die doen meestal rustig aan. En die laten de B-finale eigenlijk zelf uitspelen over die laatste 3 rondes. Maar die B-renners willen vaak niet op kop rijden. Want ja, je wil natuurlijk niet de sprint verliezen. Doordat je zoveel kopwerk hebt gedaan. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat die B-renners niet gaan rijden. En dat gat eigenlijk alleen maar groeit tot 1 ronde voor het einde. En dat is een beetje wat er nu gebeurt. Maar er gebeurt ook nog wat anders. En dat is heel apart eigenlijk. Terwijl hier een kleine beurt was van die gast van Heijmans. Tegen de wind in. Waar we trouwens nog steeds best hard rijden. Op kop van het peloton, waar ik net over wilde hebben, daar sleurt nu een A-renner. En dat is de teamgenoot van degene die vooraan rijdt. En ik snap niet echt helemaal wat daarachter de tactiek is. Of daar een tactiek achter zat. Of die het niet weet dat een teamgenoot vooraan rijdt. Of dat het misschien helemaal niet uitmaakt, omdat het toch maar een trainingswedstrijdje is. Dat is wel vaker zo met die A-renners. Die rijden genoeg gaten op elkaar dicht. Maar goed, wat er nu eigenlijk gebeurd is dat die gast van Heijmans een beetje heeft aangegeven van het is op. Ik ben er klaar mee. Hij kon volgens mij niet mee op het viaduct. Dat weet ik niet meer zeker waar hij precies moest lossen. Maar hij zit in ieder geval nu niet meer bij me. Ik zit nu alleen. Dus nog 1 ronde te gaan. Ik rij in mijn eentje vooruit. Het gat is niet heel groot. De kans is heel erg groot dat ze erbij gaan komen. Wat kan ik nu doen? Eigenlijk helemaal niks. Ik ben geen sprint, dus het heeft helemaal geen reden voor mij
om mezelf terug te laten zakken in het peloton. Bovendien moet ik dan ook nog weer gaan versnellen om weer op de juiste snelheid te komen van het peloton. Alles wat ik kan doen is gewoon vol gas door proberen te rijden en te hopen dat ik die winst kan pakken. En die voorsprong die was op dit moment eigenlijk nog best wel te doen. Ik had er op zich nog best wel vertrouwen in. Tim en die andere gast die heb ik niet meer zien rijden. Die gaan sowieso winnen. De strijd is nu echt om de tweede plek en ik kan dit winnen. Maar ja, je moet je wel tegen de wind inrijden. En zoals je ziet heb ik daar behoorlijk veel moeite mee. Op dit rondje. Ik heb misschien te veel aangevallen. Wat niet erg slim was. Dus de kans dat ik het ga halen wordt eigenlijk steeds kleiner. En hier gaat de snelheid wel weer wat omhoog. En dan zit ik nu in het laatste finishgedeelte. En dan is dus de kans nog steeds aanwezig dat ik ga winnen. Ik hoef alleen maar het viaductje daar in de verte over. En dan win ik. Dan win ik de strijd om de tweede plek eigenlijk. Hè? Het zou heel mooi zijn. Want, laat me zitten. Ze zijn er al voorbij. Het is heel opvallend trouwens, die gast van Heijmans die hier de sprint aangaat. Dus ik weet niet waarom hij zich op dat moment wilde laten terugzakken. Ik zou het al veel eerder gedaan hebben. Ik zou helemaal niet aangevallen hebben in zijn geval eigenlijk. Maar goed gespeeld. En ik baal enorm dat ik het net niet gehaald heb. En dan ook totaal niet haal eigenlijk. Ik denk dat ik 17 of zo was. Maar natuurlijk wel heel blij voor teamgenoot Tim die wel gewonnen heeft. Ik denk dat gedeelte was te wijden aan dat mijn medevluchter niet wilde rijden. Of op een gegeven moment ophield met rijden eigenlijk. Dat de achtervolging werd geleid door een aanrenner. Maar vooral dat ik gewoon enorm vaak heb aangevallen. Veel te vaak. In ieder geval bedankt voor het kijken. Wil je meer analysevideo's zien of andere video's over wielrennen? Vergeet dan niet te abonneren. En onthoud, altijd blijven fietsen. Joe!